Ja, ja, dames en heren, zoals jullie hebben gezien, eventjes. Uh, um, 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 eventjes. Whoop. Uh, zoals jullie hebben gezien, uh, J.P. is even aan het vertellen over de dansschool LIS. Uh, wij werken allemaal een beetje met elkaar op dit moment. En uh, we moeten elkaar inderdaad helpen zoals het kan. Uh, iedereen heeft het inderdaad zwaar op dit moment. De ene uh, zwaarder dan de andere. En uh, zoals Amanda zei, Amanda, uh, jij hebt ook een dansschool. Inderdaad, uh, ik heb ook een dansschool. We hebben allemaal een dansschool, inderdaad. Maar huur gaat gewoon door in dat soort dingen. Uh, je moet het uh, even met elkaar bespreken. Maar uh, ik ben benieuwd, hoe, 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 hoe ervaar je dat? En inderdaad, we moeten elkaar helpen. En daardoor, daarom heb ik tegen JP gezegd, bro, weet je, gooi maar lekker erin. Uh, als mensen kunnen helpen, helpen ze. Het uh, is net zoals ik hier ook mijn uh, donatiedingen uh, hier heb staan. Dat is een feit op dit moment. Iedereen heeft het zwaar. En uh, wie kan helpen, helpen. Uh, het is geen verplichting. En dat is eigenlijk het verhaal. Long story short maken. Uh, dus dat. Meer heb ik niets erover te zeggen, want uh, dat zijn de feiten op dit moment. Iedereen die struggelt een beetje om zijn hoofd boven water te halen. Howden